De assistent skietsjochters die deze simmer naar het EK gaan, krijgen deze met je een boete spultraining van de kiezen. Die zit onder leiding van Adriaan Inia van Gietjerk, die zelfs ook assistent op topniveau wie. Niet oude hoeren, gewoon spelsituaties nabootsen. Ja? Zo dicht mogelijk bij de spelsituaties. Er worden dus een aantal boeten spulgevallen spelen en die worden alle keer opgenomen door een camera. En dat wordt voortdurend naar een serie. Die we dat evalueren hier achter in de kantine op een beamer. En een groot projectiescherm. En dan kunnen we zien hoe de beslissingen binnen en of die goed binnen. Of dat er misschien nog wat meer risico naam worden maakt. Maar daar ben ik wel van overtuigd dat het goed is. Ja? Dus, man ben goed, oost is het er net. Het wachtje is dan op de haatpersoon. Skietsjochter Björn Kuipers is eerst. Hey, jullie topper zit daar in de auto, hè? Dat weer al, Erwin. Goedemiddag. Goedemiddag. Je ziet hier heel wat te wachten. We krijgen het van Adriaan Inia. Ja, nou mooi. Dat klopt. Mooie training op programma. Boete spultraining. Dus dat, ja, wel zin in. Het EK maakt voor Seinstra het klapstik van een seizoen vol hoogtepunten worden. Het begon maar de finale van het WK onder Sanchez in Mexico van meer dan 100.000 toeschouwers in het imposante Aztekenstadion. Daarna volgen de Supercup tussen Barcelona en Porto, een paar toppers in de Eredivisie en een paar weken geleden de kreker in de Champions League tussen Barça en AC Milan. Ja, dit kan het mooier. Hè? Als je het verleden hier stond, toen wist ik dat ik naar Mexico tag hier van het WK onder de Sanchez. En als ik dan daarna een sam topseizoen heb, waarin ik ontzettend volle mooie en grote wedstrijden heb die en dan straks ook nog het EK. Ja, dit kist van tevoren net scrollen. Maar het brengt ek druk mooi, want bij zulke grote wedstrijden wil je het aanrekenen op flaters. Hier dus ongetwijfeld ook de spanning bij de scheidsrechter. Als het aan vier is, ja natuurlijk, dan komen er wel even extra spanningen voor en zeker op een wedstrijd daar zelf. Maar waar ik altijd zijn, wat er gebeurt, de mag er altijd van kunnen genieten. En dat is echt het moment bij Barcelona verleden week had het veld opkomen. Is even zo'n genietmoment. Maar dan het fluitsignaal is waar de oortrap, dan is de focus alleen maar op een wedstrijd. Waarom nooit de training? Inia laat eerst uit wat de bedoeling is. Gewoon, het is een officiële wedstrijd. Ja? Dus probeer ook net te doen alsof het een officiële wedstrijd is. En Van Boppen registreert de camera als de assistenten een goede beslissing nemen. En na 5 situaties volgt voortendadelijk een evaluatie. Oké, we gaan even kijken naar boven. Geen buitenspel. Goeie beslissing. Positie perfect. Ja, prachtig. Oeh, zat ik daar in beweging? Ja, dan was ik gewoon scherp wijzen. En dit is gewoon leuk om te doen. Dit is een hele goede oefening voor u. Seinstra is een verste assistent van Björn Kuipers. Ze jaren tot de top van Europa en de gearwerking tussen beiden is dan ook perfect op elkaar afgestemd. Hij heeft natuurlijk prima gepresteerd in de afgelopen jaren. En ik bedoel, als kroon moet ik toch wel zeggen dat ik Erwin heel goed heb leren kennen na de wedstrijd die we hebben gedaan in de Supercup, Barcelona-Porto. Daar heeft hij een fantastische wedstrijd gevlacht. Dat heeft het vertrouwen gegeven om meerdere wedstrijden met hem te gaan doen. En die zijn eigenlijk allemaal heel goed verlopen. Ja, wat maakt hem zo goed? Hij is scherp, hij is alert, hij is gefocust. Hij leeft voor zijn vak. En ik bedoel, en het is ook nog eens een keer een hele prettige persoonlijkheid. Daar sluit Inia hem bij om, want ook hij is lyrisch uit Seinstra. Hij is bescheiden, maar hij weet precies wat er van een assistent verwacht wordt. En hij weet wanneer dat er de verantwoordelijkheid nemen moet. En ja, fysiek zit er gewoon hartstikke goed in mijn koor. Hij is rustig, hij liet zich net al uit robot of in of wat dan ook. Dus dat is gewoon klasse. En dat is echt bij de training te zien, want bij alle situaties is hij scherp en is zijn beoordeling goed. Volgens mij foutloos, hè? Ja. Ja, heel goed. Ja. Leuke oefening, denk ik. En ik denk dat deze ervaring kan in ieder geval bij mij nemen naar Warschau. Dus een goede oefening, denk ik. Ja, hoe belangrijk zijn zulke trainingen, Erwin? Ik denk dat ze heel belangrijk binnen. Dit is voor u gewoon een ideale praktijkoefening. Dit zijn de moeilijkste boetespulsituaties die in een wedstrijd binnen. En om die nou te kunnen bootsen op zo'n training, ja, dat is het ontzettend volle verleren. Nou, 100% scoren, dus dat ligt erop. Ja, dat is een lekker gevoel, hè.